Welkom bij de serie Leren Sminken Stap voor Stap. Mijn naam is Marielle Heuft van Sminkoppies en in deze les ga ik jullie laten zien hoe je kinderen met een hele donkere huid toch heel mooi kan sminken. Want daar heb ik een ontzettend handig trucje voor gevonden. Het zal jullie allemaal wel eens gebeurd zijn dat je bent aan het sminken en dan komt zo'n prachtig mooi Ghanese jongetje. Je wil Spiderman worden, ik noem een voorbeeld, hè. En jij begint met je rood en het dekt van geen kanten. Dan heb je natuurlijk al een rood met ontzettende goede pigmenten. Ik heb daarvoor mijn chameleon. En dan ga ik het op mijn eigen arm even laten zien. Nou is dat natuurlijk geen Ghanese donker velletje, maar die had ik even zo niet bij de hand. Maar het gaat om het idee wat ik jullie ga leren. Hoe je het zo mooi dekkend gaat krijgen dat zelfs bij die donkere kindjes het gewoon mooi is. Dus je begint gewoon met je rode smink. Nou, bij mij dekt dat natuurlijk al meteen mooi, hè. Goed, als je heel goed kijkt zie je zelfs mijn sproetjes er nog wel een beetje doorheen, hoor. En ik ga het ook nog even met wat andere kleurtjes laten zien. Hoop dat ik me in deze waterbak die ik nu heb... Doe ik ook een roze. En ik doe een paars. En wat is nou de truc om het helemaal mooi strakdekkend te krijgen? Nou, dat ga ik jullie laten zien. Daarvoor gebruiken we Star Blends. Nou, let op. Star Blends is wel de truc. Gebruik het droog. Maak je Star Blend niet nat. Neem een smoothie blender. En dan ga je over... je smink heen. En dan zal je zien dat zelfs bij het meest donkere kindje wat jij tegenkomt, je gewoon een mooie, dekkende en echt rode Spiderman hebt. Of bijvoorbeeld bij zo'n schattig meisje. Dat je roze ook gewoon echt een goede, mooie, dekkende roze is. Zien jullie wat er gebeurt? Ik hoop dat het goed zichtbaar is op het filmpje. Maar dit is gewoon echt de truc van de eeuw. Ik zelf heb de eer om regelmatig in Amsterdam Zuidoost te mogen sminken. En daar komen regelmatig hele donkere kindjes bij mij natuurlijk in de stoel. En dit trucje... dat zorgt er gewoon voor dat ook zij net zo'n mooie felgekleurde smink hebben als alle andere kindjes. Dus, les 22. Hoe smink je donkere kindjes? Gebruik naast je gewone smink Star Blends. Van Merron heb ik ze. In de mooiste kleuren en het werkt super. Ik zeg heel veel sminkplezier, heel veel succes met deze techniek en vergeet niet om jullie foto's aan me te laten zien. Hè? En heb je nou nog vragen voor eventueel nog een lesje voor de leren sminken stap voor stap? info@sminkoppies.nl en wie weet behandel ik jouw vraag ook in een lesje of wie weet wel in een review. Vergeet deze video geen dikke duim omhoog te geven en... heel veel sminkplezier en tot de volgende keer!